hebben moeten om de nul te spelen. Zag je vandaag ook weer, ondanks dat we heel, vrij goed verdedigen, vond ik. Ja, dan valt hij eigenlijk toch weer. En dat was tegen Graafschap in de laatste minuut, tegen Telstra in de laatste minuut. Wat dat betreft geeft dit wel wat morele steun. Maar het moet een stuk beter, dat is duidelijk. Marinus Dijkhuizen, de mensen die hebben gekeken naar FC Eindhoven Excelsior, hebben misschien de gedachte, Excelsior had altijd moeten winnen van dit team. Hoe kijk jij hiernaar? Ja, kwalitatief zeker, ben ik met je eens. En we waren ook duidelijk de betere ploeg tot de rode kaart. We waren overheersend, vulde bal, redelijk dreigend, niet super. Dus ik had wel het gevoel dat we deze wedstrijd op den duur zouden gaan winnen als er geen rode kaart zou vallen. En waar heeft het aan gelegen dat het niet gewonnen werd, volgens jou? Nou ja, de rode kaart is natuurlijk ongelukkig. Ongelukkige actie van Mats. Waardoor je weer met 10 man komt, dat is natuurlijk heel vervelend. Nou ja, dan kom je alsnog met een hele goede goal van Omerson op 0-1. Ja, dan moet je hem op streep trekken en dan kan je best een keertje tegenkrijgen met een man meer. Maar dan uit de corner is wel heel erg slecht, vind ik. Dus dat betreft, daar was ik wel heel erg neidig over. Wat ging er mis volgens jou? Ja, ik heb hem niet teruggezien. Het was een hele rare bal, klutsbal in de 5 meter. Ik vond het heel raar. Ik kon het van mijn kant niet zien. Ik heb sowieso al niet veel zicht met een vierde man en geen zicht voor mijn neus. Maar, dus dat kon ik niet zien. Terwijl je toch al 2 meter bent trouwens. Ja, nee, zeker. En ik stond ook. Dus het zitten doe ik sowieso al niet. Dus ik kon het niet zien. Zodoende. Kijkend naar de opstelling van Excelsior vandaag. Opvallend, Sander Fischer had weer een basisplaats. Vanwaar de keuze in plaats van hem in plaats van Oudekotte? Ja, dat klopt. Ze hadden 6 wedstrijden gespeeld. Waarvan volgens mij geen 1 keer de 0 of iets van 15 tegengoals. En 4 keer verloren. Nou, dat is te veel. Dus daar vond ik toch wel het duo Matthijs Oudekotte toch wel niet gebracht hebben wat ik ervan verwacht had. Toen ik de keuze maakte, veel vertrouwen gegeven. Ja, op den duur moet je dan, als je dan Sander Fischer op de bank hebt, hem een kans geven. Nou, ik vind dat hij dat vrij behoorlijk gedaan heeft vandaag. Is dit een permanente keuze nu voor Fischer? Nou ja, je ziet al aan mijn opstellingen. Ik heb de eerste 6 wedstrijden heel weinig gewisseld. Ik heb alleen Moreira op een gegeven moment gepasseerd en voor de rest niemand. Dus ik wissel niet, ik ben niet favoriet van wisselen. Dus dit is inderdaad wel voorlopig blijft Sander staan. En als ik dan bijvoorbeeld ook kijk naar de linksbackpositie, Nathan Chua-On, laten we eerlijk zeggen, die had zeker een degelijke wedstrijd voor Excelsior vandaag. Ja, heel positief. Doet goed in 121. Zit eigenlijk al 2 jaar bij de selectie, terwijl hij pas 18 is. Dus talentvolle jongen. Nou, en hij deed deze hele week goed op de trainen. Dus ik vond het gewoon back for back. Nou, dan was hij eerste optie. Ja, dan moet je dat gewoon durven als trainen en hem laten debuteren. En ik vond dat het echt heel verdienstelijk deed. Je ziet dat hij nog een stukje inhoud tekort komt. Maar dat is ook logisch. Want hij is al een paar keer geblesseerd geweest, wat ziek geweest. Dus wat dat betreft was dat niet vreemd. En daardoor kon hem ook mooi Robin brengen die eindelijk weer speelde sinds lange tijd. Dus wat dat betreft waren er ook wel wat, zeker wel wat pluspuntjes vandaag. Want de buitenstaander zou eerder, na aanleiding van de rode kaart van Ormon Lottewil, van de Meer verwachten op linksback. Waarom dan toch Chua-On de ploffen van de Meer? Omdat Robin van Meer pas een halve heeft gespeeld tegen ACH. Dus hij traint al een tijdje mee. Ik vond hem dus in die zin niet klaar voor. En vandaar daar Nathan. De bezoeker op de website van Excelsior werd opgewezen bij de vooruitblik op deze wedstrijd dat dit de minste seizoenstart is van Excelsior sinds 1997. Heb jij daar een vinger voor op de zere plek te leggen? Nou ja, we zijn wat instabiel. Ik wil zeggen, we hebben veel goals tegen gehad. Twee rode kaarten al. Wat je normaal over een heel seizoen meestal 2 rode kaarten hebt. Zeker al in de eerste helft. Veel goals tegengekregen. Dus ja, we zijn instabiel en hebben moeite om de nul te spelen. Dat zag je vandaag ook weer. Ondanks dat we heel, vrij goed verdedigen, vond ik. Ja, dan valt hij eigenlijk toch weer. En dat was tegen Graafschap in de laatste minuut. Tegen Telstra in de laatste minuut. Dus dat betreft geeft dit wel wat morele steun. Maar het moet een stuk beter, dat is duidelijk. Maar wat blijft tot slot al met al het meest bijna vanavond? Ik heb toch wel een lichtelijk zuurig gevoel. Omdat je Omerson eigenlijk ook al eerder de 1-0 had kunnen maken. Dat is een grote kans. Aan de andere kant moet ik ook eerlijk zeggen dat hun nog een grote kans is in de laatste minuut. Dus zuurig omdat je met 11 man een overwinning had kunnen pakken, denk ik. Dan hebben wij meer kwaliteit. Nu moet je inderdaad overal toch nog een klein beetje tevreden zijn.